Lisbeth, goedemorgen. Goedemorgen. Moet ik eigenlijk zeggen mevrouw Van Dijk? Dat vind ik eigenlijk wel mijn leeftijd. Ja, dat doe ik dus niet. Nou, sorry hoor. Lisbeth, jij bent onze huispaarnos, onze steun en toeverlaat in bange dagen. En we gaan eens eventjes kijken wat je allemaal op je leven hebt vandaag. Alleen in het verleden, in juli 2022, toen had je iets in ons programma en daar vertelde je over banken. En dat is helaas een beetje waar geworden. Maar we gaan eens even kijken wat je zei. Mijn gevoel is dat het financiële beleid helemaal in de war gaat raken. Dat ze niet meer weten waar ze het geld vandaan moeten halen. Inflatie, hypotheekrente, alsof de banken ook een beetje gaan omvallen. Het is een soort van, waar halen we het? Goh. Ja, Lisbeth, die banken, gaan er nog meer omvallen? Ja. Als ik dan zo terug zit te kijken, denk ik van, heb ik het over? Het zijn natuurlijk van die momentgevoelens. Hè? Maar inderdaad, banken gaan heel langzaam omvallen. En een soort domino-effect. Maar Nederlandse banken toch niet? Nederlandse banken gaan ook mee. Vooral kleine banken gaan omvallen. Ja, want maar er zijn in Nederland maar drie grote banken. Dus. Ja, maar er zijn ook wat kleine bankjes toch. En ik zie ook, ja, kijk, wat ik niet moet doen is logisch nadenken. Er gaat ook veel tumult rondom de Deutsche Bank komen. En wat er allemaal bij samenhangt, weet je, daar moet ik een beetje mee uitkijken. Want we zitten natuurlijk hier in een logisch programma. Ik ga het beredeneren. Laat ik dat niet doen. Ik blijf gewoon allemaal gekke dingen zeggen. Inderdaad, er gaan heel veel banken omvallen. En de rente, die gaat toch... Want ik weet al jaren geleden, ik zei tegen jou, die gaat naar de 8%. Maar dat is de hypotheekrente. Maar de rente, die banken, want ik geloof dat het net weer verhoogd is, toch, naar 2,5%. ECB heeft een kwart procentje erbij. Ja, maar die gaat toch nog een beetje hoger. Om de inflatie te remmen. Om die inflatie te remmen. En dan opeens komt er weer een ommezwaai dat die weer lager gaat. Oké, maar wat heeft dat voor invloed op de beurzen, vind jij? Nou, die beurzen, dat is enorm aan het kabbelen. Zo tot eind mei, juni. En dat heeft ook te maken dat er gaat iets wereldschokkends komen. Er komt of een aanslag op Zelensky of op Poetin. Maar er gaat iets wereldschokkends gebeuren. Maar ik kan daar de vinger nog niet echt op leggen. Maar ik hoor en ik zie enorm tumult. Alsof er een wereldleider of een soort 9-11 gevoel krijgt erbij. Zo mei, juni. En dan gaat die beurs helemaal bam. Maar in juli, ik weet niet hoe dat komt. In juli gaat hij zo door het plafond. Hij stijgt als een gek. Maar dan is waarschijnlijk... En dan kom ik ook weer terug op Microsoft en Apple. Had ik ook gezegd in de winter. Die is sinds ik het gezegd met 30% gestegen. Maar er gaat iets met Tesla. Tesla-aandelen zie ik gigantisch hoog worden. Met 50% stijgen. En, zal die Musk blij zijn met je? Ja, maar er gaat iets geks gebeuren daar. Maar in juli gaat die hele beurs zo omhoog. Ik had gezegd 800%, misschien gaat die wel naar 1000. Nou, waarschijnlijk ik is weet dan niet wat er gebeurt. Nou, ik denk dat dan de Oekraïne-oorlog afgelopen is. En dat ernstige feit wat jij constateert, ik hoop niet dat het waar is, maar misschien gaat die Poetin wel een klein atoombommetje gebruiken. Daar ben ik bang voor. Daar ben ik bang voor. Dat er toch een nucleaire aanslag gaat komen. Dat zou een chloris zijn. En ik zie die Zelensky ook steeds in andere landen zitten. Alsof die een soort plan heeft. Maar dit jaar wordt het jaar van dat alles naar buiten komt. Nou, we zullen zien. Nou, okay. We gaan eens even iets verder in het verleden graven. Je zei in februari dit jaar, dat was een week of 3-4 voor de verkiezingen, zei je het volgende. Laten we eens even kijken. Al die partijen die zakken een soort weg en dan gaat het goede gebeuren. Ja, het klinkt allemaal is zo. Is dat dan voor Pieter Omtzigt of zo? Ja, die Pieter Omtzigt vind ik ook een beetje laf eigenlijk. Die is ook niet meer naar voren gekomen. Maar die boerenpartij, zij stevig. En Mark is helemaal weg. Die gaat waarschijnlijk Europese Unie doen. Of Amerika, ik heb geen idee. En nou het CDA nog even. Nee, CDA zie ik heel weinig stemmen krijgen dit keer.
Nou, Lisbeth, nou, dit kabinet, hè, want iedereen is het alweer een beetje vergeten. En hij gaat lekker door, die Rutte, en dan komt Zelensky, en dan wordt alles afgeleid. Hoe loopt het nou af? Gaat het kabinet nou vallen? Blijft Rutte? Of hoe zie je dat nou? Nee, dit is wel Rutte's laatste termijn. Ja, maar oké, dat is logisch. Dat... Ja, nou, dat is niet logisch. Nou, waarom? Want dat kan de verkiezingen nog... niet gewonnen. Dus... Nee, maar... Hij zal alleen terug willen komen als premier en niet anders. Weet je wat het is? Er worden dingen in stand gehouden en die kan ik niet van tevoren aanvoelen. Dat vind ik heel moeilijk. Maar kabinet vallen, ja. Maar het wordt ook weer gered. Ik weet niet, ik krijg er allerlei gemengde gevoelens over. Maar die boerenpartij, zij... Kijk, zij heeft natuurlijk genoeg stem om premier te worden, maar ik zie het toch niet gebeuren. Nou, waarom was ze nou niet van de week bij Zelensky? Wat? Ja, kan jou het schelen. Waarom ja, ik vond het niet slim van haar. Nee, maar daar zit ook weer wat achter. Kijk, dat was ook niet slim van haar. En ik denk dat ze achteraf ook wel spijt heeft dat ze het niet gedaan heeft. Maar zij zou ook premier kunnen worden, maar ik heb het gevoel... Zij is natuurlijk een beetje een protestpartijachtig. Dat ze toch... Wie niet gaat redden. En dat vind ik ook weer jammer. Ik vind het wel stevig. Maar alsof ze de kruid een beetje aan het verschieten is. Oké, we gaan eventjes verder, hè, om destijds willen. Nou, Feyenoord, ja, dat gaat vandaag gewoon kampioen worden, mag ik aannemen. Daar hoef je geen maar dat gaat niet makkelijk voor, worden. Daar hoef je geen paragnos voor te zijn. Nee. Maar waarom vraag je het dan? Nou ja, een soort bevestiging wil ik hebben, maar... Oké. Maar jij zegt... Nou, maar dat gaat niet helemaal makkelijk worden. Nee, dat wordt knokken. Kijk, ik ben een Rotterdam. Misschien gaan ze wel expres verliezen dat ze volgende week in eigen stadion het feestje willen bouwen. Dat trouwens, dat hele stadion gaat helemaal verbouwd worden. Ja, nou, dat wordt het is al verbouwd door die Ajax-fans van de week. Zit je me nou toch af te fakkelen? Nee, helemaal niet. Zeggen, is gewoon zit je met de downsize. Een heleboel schade is er in. Doe je nou toch weer daar? Kan dat, nee, maar Feyenoord... Maar ze moeten vechten. Maar ze worden wel kampioen. Oké, nou, je had het over een Kennedy in Amerika. Ja, ik zat naar die nieuwe president of naar die verkiezing te kijken. En ik zie toch die Trump weer een paar rare stapjes maken... zo richting nieuwe verkiezingen. Maar die Kennedy, ja, iedereen vindt hem vreselijk. Ja, ik vind hem ook niet goed. Nee, maar daar gaan we toch nog wel wat gekke dingen van horen. Hij zou zomaar heel ver kunnen komen. Nou, dus de grote baas, die wordt het niet meer? Nee, Biden is over. Dat is over. Biden? Ja, maar ik had hem niet zo lang verwacht. Trump? Maar Trump, dat is één theater van die Trump. Maar die zie ik toch weer een klein beetje naar voren komen, die Trump. Dat wordt op mijn woorden. Nou moet Jacob Jan die moet vandaag naar Rome toe. Er is een speciale bijeenkomst in Rome met een diner... waar de paus mogelijk iets gaat zeggen. Zou die aftreden, denk ja. jij? Ja. Zou die dat vandaag... Paus klaar. Zou die dat morgen gaan vertellen? Ja. Hij is natuurlijk ernstig ziek geweest. Maar de paus blijft... Ja, nee, de paus blijft niet aan. Hoe dan weten we het gelijk morgen of ik gelijk ga hebben, hè? Nou ja, we zullen zien. Ja. Elisabeth, jouw vak zelf. Hè? De mensen die zeggen, ja, maar staat dat nou wel? Bestaat ook niet. Hoe kom je aan zo'n gave? Ja, hoe kom je ervan af? Weet je, het is natuurlijk iets heel oers eigenlijk. Het is gewoon, je gebruikt je zintuigen. Maar de mensen die nu kijken, laat maar zeggen... sommige mensen hebben een probleem en die willen dan een consult bij jou. Hoe werkt dat in de praktijk? Kijk, ik ben jouw huisprognos sinds jij dat zegt... word ik op straat aangesproken van daar is de huisprognos van... Houdi, hoe kom je bij die titel? Maar als mensen het leuk vinden om bij mij op consult te komen... dan kunnen ze dat via mijn website doen. Ja, kijk eens aan. Maar het hoeft niet. Maar het is natuurlijk wel leuk om... Mensen vinden dat leuk als je even een kijkje neemt. Wat is nou het doorsnee-probleem vaak? Het huwelijk, wat die in stand houdt? Het doorsnee-probleem, jeetje, Harry. Je hoeft geen namen te noemen. Maar... Nee, dat was ik ook niet van plan. Nee, maar wat is nou het probleem? En jij belt me toch ook wel eens van... ik heb een lekker wijf gezien, wordt het wat? Dat zijn de problemen. Dat kan ik zelf wel dat bepalen. Zijn de problemen. Heb ik jou niet genomen? Nou. Ik kan natuurlijk ook gaan voorspellen... want jij zoekt nog chronisch een vent. Hoe kom je er nou bij? Jij denkt, jij pakt mijn pakje terug. Ja. Okay. Ik zoek niet chronische vent. Je zoekt er toch maar één?
Nee, schat, joh, ik ben, het is genoeg geweest. Wat voor... Ik ben volgende week word ik 68, ook niet uitzending. 68? Nee, joh, dat, ik heb dat niet nodig. Ik heb jou, dat is genoeg. Ik heb mijn handen vol aan wij hebben niks, hè? Dat, nee, wij hebben geen misverstand niks. Over bestaat, nee, hè? Nee, nee. Dat ben je toch een drama. Je moet er niet aan denken. Nou, dat is ook onaardig. Nou, we zijn klaar. Ga maar weg. En... we gaan er eventjes uit. We gaan zo praten met Selwyn Duivenstein. Dit is niet voorbereid, hoor. We gaan zo praten met Selwyn Duivenstein, CEO... Tesla. Van CEO... Nou, hou nou eens even op.